Goedemorgen, we starten weer met twee vijvers. Ik zal even kijken welke we gaan doen. Eén vijver Beningoy en één vijver Asagi's vandaag. Let's go! Bonjour Antoine! Salut Joost! Comment ça va? Ça va très très bien. Ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est fish qu'on aujourd'hui? Qu'on pêche, on va pêcher des Asagi. Asagi? Asagi. Blue. On voit. Volgens Jeroen komt er hier een grote kikker uit. Zo groot. Nou, zo groot. Maar... we zijn Oké. En we zijn aan het vissen. Asagi. Mooi. I know a fun fact about Asagi. If you turn Asagi around, it's the Dutch flag. And it's also the French flag. No. Yes. You're too late. Chance gone. I already said it's French day today. Holland. French Holland. Day. Holland. French. Holland. French. Blue. White. Red. French. Heeft hij ook wel zijn mening als hij zo'n munt afvangt met jullie? Of wat hij ervan vindt? Of... Ja, die heeft hij zeker. Dat kan je eigenlijk het best zien aan zijn glimlach. Japanners spreken zich natuurlijk niet zo uit. Maar hij mag zeker tevreden zijn. Dokken zijn. Hey. I? Thank you. I? Mama, in je. Oh, io. Himoarus. Dank je wel. Mega mutpond, wat tevens gebruikt wordt als waterreservoir voor de rijstvelden die hier voor mij liggen. Een soort buffervat, dus mocht het heel droog zijn, dan kunnen ze water hieruit door laten lopen naar de rijstvelden om ze goed te bevochtigen. En ik schat zomaar dat deze mutpond 15, 14 meter diep is en heeft een enorm watervolume, wat we weten, dat staat op een bordje hier achter. En als ze dus het water opslaan, dan... kunnen ze hier kooien bewaren? Ja, dus het is nu een dubbele functie. Het is één mutpond. Er zitten normaal supergrote vissen in, 90 plus, meter plus vissen. Het verschil ten opzichte van een normale mutpond dat deze natuurlijk onwijs groot is. En de vissen dus onwijs veel ruimte hebben. Dus hier zitten ook echt alleen de grote vissen in om nog het laatste beetje te groeien. Immens. Ik zou hem niet willen afvangen. Nou, we staan hier bij het bordje waar ik net naar refereerde. Hier kun je zien dat links de mutpond ligt. En rechts en nog verder liggen de rijstvelden. Er zit 91.000 kuub water in en ze kunnen maximaal afvullen tot 107.000 kuub water. 107 miljoen liter water. Stel je voor dat we die in Nederland af gaan vullen met de tuinkraan. En dan gaan we uit van ongeveer 16 kubieke meter per dag. Hoe lang zijn we dan bezig om deze vijver af te vullen? Ik zal het eventjes wat makkelijker maken voor jullie.
laten we het zeggen, in hoeveel jaar ben je bezig om deze vijver af te vullen? Plaats het antwoord onder in de comments en onder de goede inzendingen verloten wij een waardecheck van 50 euro voor online kooiveiling. Thank you very much. Yes. Wederom een geslaagde dag met onwijs hoge kwaliteit Kwaku's. Vond je deze video nou leuk? Geef ons even een duimpje. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op dit kanaal. En voor meer informatie kijk naar de links in de beschrijving van deze video. Bedankt voor het kijken.